Na 17 jaar in Zimbabwe te hebben gewoond, vond Patrice Deschambre het tijd worden voor een boek over het land. Zondag presenteerde zij het boek Zimbabwe, een bijzondere passie in de Dominicaner kerk in Maastricht. Een journalist van het jaar en buitenlandcorrespondent Bram Vermeulen mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Een grote compliment kun je eigenlijk niet krijgen als correspondent van de mensen die in het land leefden, waar je zo vaak naartoe reisde, waar je over schreef. Maar het zijn ook de mensen die je eigenlijk als journalist het meeste vreest. Want je denkt altijd, ja, ik schrijf het allemaal wel zo stoer op. En ik doe wel als ik het op het allemaal weet. Maar je weet natuurlijk niks. Jullie weten het. Jullie woonden daar. Deschambre dus was in Zimbabwe actief in het onderwijs als kunstenares. Ze werkte met vrouwen, straatkinderen en advocaten. Ik wou dit boek schrijven omdat wij eigenlijk vonden in Zimbabwe dat er een keer een ander licht mocht vallen over wat er bekend is over Zimbabwe. Dat is namelijk alles wat we horen in de media, in de berichtgeving in Nederland en ook in België, wat ook realiteit is. Maar los daarvan is het maar een stukje van de realiteit. Dat betekent dat ik eigenlijk een selectie heb gemaakt van mensen die heel bijzonder zijn in mijn leven, omwille van verschillende redenen. Dus ik heb mijn levensverhaal geschreven, uitvoerig, in stukjes gedeeld. En tussen die stukjes heb ik dus dan iemand uitgenodigd. Dus dat betekent 7 Belgen, 7 Nederlanders en 7 Zimbabweanen. En die stellen voor mij, rijk en arm, zwart en wit en gekleurd, expat buitenlander en ook vrijwilliger, gezond en arm en doodziek, kunstenaars die misschien aids hebben op dit moment en heel vlug gaan overlijden, maar ook mensen die de klasse vertegenwoordigen en de elite. Maar het uiteindelijke doel is niet ik de schrijver of de schrijfster, maar dat ik iets kan opbrengen, financieel, voor de twee groepen, de advocaten en voor de straatkinderen. De opbrengst van het boek gaat dan ook naar de Zimbabwean Lawyers for Human Rights en Fair Home.